Leiders. De reden waarom ik hier vandaag sta, is omdat ik jullie wil laten weten waarom ik hier sta in mijn gele hesje. Ik ben tegen de oneerlijkheid. Weten dat we geen vrijheid meer hebben, maar leven in een dictatuur waar we geen stem meer hebben. Als we opstaan voor onze rechten, rechten voor een eerlijk land, een eerlijk EU, een eerlijke wereld, worden we het mondje gesnoerd, in een hoekje gedreven. Soms wordt er hard geweld gebruikt en worden we onterecht opgepakt. En weet je waarom, mensen? Omdat we de waarheid roepen. We willen een rechtsstaat, we willen een soeverein land. Genoeg is genoeg. Het systeem klopt niet. Heel de wereld staat op en het bedrog en de leugens worden zichtbaar. Het vaasje is gebarsten. Over heel de wereld beginnen mensen het systeem te doorzien. En zoals de talkshow host die de waarheid durft te vertellen zei in zijn afgelopen aflevering, dit is pas het begin. Dit wordt het jaar van de gele revolutie, mensen. En we zijn al aan het winnen. Het jaar van de waarheid en eerlijkheid, net zoals John F. Kennedy het wou. De media is tegen ons en dat bewijst zich keer op keer weer. Ze gebruiken steeds weer foto's van gele hesjes voor een andere negatieve media. Ze gaan zo ver dat ze zelfs twee foto's in elkaar photoshoppen en ons, de gele hesjes, de schuld geven van de commotie in Brussel. Begrijp goed dat het nieuws, media en kranten worden beheerd door de overheid. De overheid zal alleen maar laten zien wat ze willen dat we te zien krijgen. En nou gebruiken ze ons zodat de mensen een verkeerd beeld krijgen van de werkelijkheid over de gele hesjes. Dit doen ze al jaren, mensen. Met de dag begin je het spel steeds meer en meer te doorzien. We willen binnen de referenda een directe democratie. Wij zijn het volk en naar ons team. Ons geld. Ons vertrouwen in de banken. Het bankensysteem is één grote illusie. Ja. Er is geen geld. Het geld dat op de bank staat zijn virtuele cijfertjes. Zonder echte waarde. Geld wat ze eigenlijk niet eens meer hebben. De goudstandaard is als begin sinds jaren 70 afgeschaft. En waarom wij dan nog steeds een staatsschuld hebben terwijl we al jarenlang belasting betalen? Nou, dat is simpel uit te leggen, mensen. Onze staat leent geld van de FED, het Federal Reserve Banking System, wat wordt weer beheerd door de Europese Centrale Bankensystem, de ECB. Die drukken geld, die lenen geld aan de banken en vragen de rente overeen. Maar als er 100 euro gedrukt is, kan er geen 110 euro terugkomen als er 10% rente overheen gevraagd wordt. Als maar 100 euro gedrukt is, mensen, kunnen we geen 110 euro teruggeven. Dus wij zullen altijd in de staatsschuld blijven. Dit is een illusie. Ongeacht hoe hoger ze de BTW willen opschroeven, ongeacht hoeveel belasting ze ons willen laten betalen, er is altijd meer schuld nodig om de schuld te betalen. Zo werkt het bankensysteem. Dit is een illusie, mensen. Word wakker. Weg met de bootje! Ze zijn geen verdienmodel! Het is meer als genoeg geweest! En dan nog hebben we leraren tekort. Dat klopt niet, mensen. We betalen ons helemaal scheel. Of dat de kinderen die naar school gaan een opleiding doen en daar met een mega schuld zitten en niet kunnen afbetalen. Doordat ze BKR geregistreerd zijn en ook geen toekomst kunnen opbouwen of een huis kunnen kopen. Door hun schulden slaaf worden van het systeem, dus alleen de rijken nog naar school kunnen. De zorg. Hoe kan het zo zijn dat de zorg vorig jaar zelfs nog winst heeft gemaakt en dit jaar zorgziekenhuizen failliet gaan? Ja. Het klopt niet, mensen. Zorg is niets meer dan een verdienmodel. In deze wereld is geld belangrijker dan iemand zijn gezondheid. Ja. De farmaceutische industrie beheert de prijzen van de medicijnen. Ze kopen goedwerkende medicijnen op voor een redelijke prijs, leggen er patent op en verhogen vervolgens deze de prijzen. Deze medicijnen kunnen alleen de rijken betalen. Er zijn goedkopere oplossingen, er hoeft geen winst gemaakt te worden op zorg. We worden met z'n allen voor de gek gehouden door dit systeem. Het ziekenfonds moet terug, het is meer als genoeg geweest. Wij zijn geen verdienmodel. Wij zijn slaven van een economisch systeem. We mogen werken totdat we economisch niet meer bruikbaar zijn. En dan mogen we letterlijk kapot vallen. Pensioen is weg, medicijnen worden niet meer vergoed en ze willen je dadelijk niet meer helpen in het ziekenhuis. Letterlijk je hele leven lang werken, hebben we hiervoor hersenen gekregen, mensen? Nee, we hebben hersenen gekregen om zelfvoorzienend te zijn. En dat zijn we. Mens moet leven. We hebben niet voor niets een leven gekregen. Niet om ons eigen kapot te werken. Precies. Tot onze dood. Als uw economische waarde werd verloren, wordt u keihard aan onszelf geschoven. Kijk wat met onze ouderen gebeurt. Wij zijn het volk en naar ons
niet geluisterd worden. Wat eisen wij om een meest eerlijke welzijn voor elke Nederlander te creëren? Als eerst een bindende referendum, zodat we ons stem weer terugkrijgen zonder dictatuur. Gerechtigheid pensioen. Gewoon na 65 mensen hun eigen gespaarde geld kan en mag niet ineens verdwenen zijn naar de staatsschuld. BTW terug naar 6% en 19%. Multinational tax of winsttax van 50% voor alle winst van grote winstbedrijven. Zodat niet alleen de rijken nog rijker worden en de armen nog armer. Maar we weer een sociaal Nederland krijgen. Wij willen een eerlijk, onafhankelijk, controleerbaar nieuws. En dat geldt ook voor de media. Betere zorg en onderwijs voor iedereen die dit nodig heeft. Een gekozen burgemeester, zodat de politiek weer een lokaal bedreven wordt. En vooral stoppen met de zakken vullen van de EU. En een gekozen burgemeester. Het grootste deel van belastingsgeld hoort in het eigen land te blijven. Nu zijn wij aan de beurt. Wij willen de genoemde welvaart. Wij eisen de verdiende welvaart. Voor jong en oud, voor arm en rijk, voor iedereen die zich Nederlander kan noemen. Allemaal daar samen, toestand samelen, toestand samelen. Hey! Hey! Toestand samelen, toestand samelen. Hey! Trots op kunnen zijn. Juist. Nu met z'n allen. Allemaal samen, allemaal samen. Hey, hey. Allemaal samen, allemaal samen. Hey, hey. Allemaal samen, allemaal samen. Hey, hey. Ik ben trots op alle hesjes en niet-hesjes hier. Jullie maken samen het verschil. Ze kunnen niet meer om ons heen. De scholen gaan luisteren, de media gaat luisteren, de politiek gaat luisteren. Wij zijn het volk, wij zijn de overheid, wij bepalen. Laat dat van na vandaag duidelijk zijn. Heel Europa, heel de wereld kleurt geel. Heel de wereld kleurt geel.